Welkom bij de uitleg van Basisstof 7 en die gaat over het rijken van de dieren. We gaan kijken naar welke onderdelen de cellen van dieren hebben. We gaan kijken hoe je het rijken van de dieren in kan delen in verschillende stammen. En op basis van welke kenmerken die dieren dus worden ingedeeld in die stammen. Beginnen we weer met het bekende plaatje. In dit geval hebben we het over de dieren oranje gekleurd. De dieren hebben als kenmerk, of de cellen van dieren hebben als kenmerk dat ze geen celwand hebben. Die hebben dus alleen een celmembraan. Verder hebben ze cytoplasma, celkern en een kernmembraan. Dan zie je dus dat we die dieren vervolgens in 8 verschillende stammen kunnen onderverdelen. Die indeling van stammen, dat wordt op basis van een aantal kenmerken gedaan. En het eerste kenmerk is op basis van symmetrie. Er wordt gekeken op welke manier een organisme symmetrisch is. En symmetrisch moet je allemaal voorstellen hoe je hem kunt spiegelen. Op het moment dat je kijkt naar dit organisme hier, dan zie je dat dit een tweezijdig symmetrisch diertje is. Want je kunt als het ware, als je een spiegel zou plaatsen, kun je wel zijn snuitje op langs zijn staart naar zijn staartje toe, kun je een spiegel zetten en dan kun je hem zo spiegelen. En dan heb je dus twee gelijke helften. Er is geen enkele andere manier waarop je dit diertje zou kunnen spiegelen en dat je dus twee gelijke helften krijgt. Je hebt ook veelzijdig symmetrisch, dat is hier bijvoorbeeld deze zeester. Die zou je op deze manier zo kunnen spiegelen en heb je twee dezelfde kanten. Maar je kan je ook hier spiegelen, die kun je hier spiegelen, die kun je hier spiegelen. Dus op verschillende manieren kun je spiegelen. En dat betekent dat die veelzijdig symmetrisch is. En dan zien we helemaal rechts een diertje wat helemaal niet symmetrisch is. Deze kun je op geen enkele manier spiegelen. Je kunt hem op geen enkele manier als het ware doorsnijden dat je dus twee gelijke helften hebt. Zo zie je dus dat verschillende dieren op verschillende manieren symmetrisch kunnen zijn. En dat is een van de kenmerken waarop je organismen kan, of in ieder geval dieren, kunt indelen. Verder kunnen we ook kijken naar het hebben van een skelet. Dat is ook een kenmerk waarop dieren worden ingedeeld. Je hebt dieren zonder skelet. Dan zie je bijvoorbeeld hier de kwal, die heeft geen skelet. En dat zie je vaak op het moment dat je een kwal op het land legt, bijvoorbeeld die op het strand ligt, dan zakt die gewoon helemaal in elkaar. En alleen onder water heeft hij een mooie vorm. En dat komt omdat het water dan die kwal ondersteunt. Dan heb je dieren die hebben een uitwendig skelet. Veel insecten hebben een uitwendig skelet. En dan heb je ook nog dieren die hebben een inwendig skelet, zoals deze dolfijnen. Wij mensen hebben ook een inwendig skelet. En dat zie je dus, dat je op basis van het skelet ook onderscheid kunt maken. Wat krijg je? Dan krijg je deze indeling. Er zijn in totaal 8 stammen. En dan zie je dat ze bij het indelen van die stammen hebben ze gebruik gemaakt van die kenmerken van symmetrie. Het hebben van een skelet of wat voor skelet het is. We lopen die 8 stammen eventjes af. En dan leg ik er even uit waar ze rekening mee gehouden hebben met het indelen van. Beginnen we met de sponsen. Sponsen hebben een skelet van stevige hoornvezels tussen de cellen. Dus er zit echt een hele stevige verbinding tussen de cellen in. Maar ze hebben niet echt, zoals bijvoorbeeld bij een slak, dat ze een huisje hebben of een extern skelet. Ze hebben ook niet echt botten zoals bij de mensen. Dus sponsen hebben een soort van bijzonder skelet dat bestaat uit een hele harde verbinding tussen cellen in. En dat betekent ook tussen alle cellen in van die sponsen. Dan hebben we eencelligen, die bestaan uit één cel en hebben dus niet echt een skelet. Er zitten wel onderdelen soms in die ervoor zorgen dat ze wat steviger zijn, maar ze hebben geen skelet. Vervolgens heb je de neteldieren. Bijvoorbeeld kwallen, anemonen hebben geen skelet, leven onder water. En die vangen hun prooi met tentakels. Hè? Die draden, zo'n kwal kan best wel eens prikken. Nou, dat komt door die tentakels. Neteldieren, woord zegt het al, dus het heeft blijkbaar neteltjes. Nou, dat klopt, want op die tentakels er zit een soort neteltjes. En dat kan dus irritatie veroorzaken voor ons. En als je een klein visje bent, kun je er verlamd voor raken en doodgaan. Nou, vervolgens heb je de stekelhuidigen. Die hebben een inwendig skelet en een huid bedekt met knobbels en stekels. Hier zie je een dood zeeegeltje en je ziet dat skeletje dat hier zit, dat kalkskeletje, dat is normaal gesproken bedekt met allemaal stekeltjes en dan zie je hem niet. Maar op het moment dat hij dus dood gaat, vallen die stekeltjes ervan af. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij een zeester ook. Daar zit een soort knobbelige huid die bedekt dat lichaam van hem. En wat je dus ook hoort al, hè, stekelhuidigen, dat is dus blijkbaar hebben die een stekelige huid. Nou, denken we goed na bij het woord. Dat heeft blijkbaar iets te maken met de huid. Kun je ze ook weer herkennen. Vervolgens hebben we de wormen. En die hebben geen skelet. En natuurlijk een kenmerk van wormen is dat ze lang en dun gerekt zijn. Je ziet heel mooi hier. Dit is een hele mooie worm. Dit is een zager. Die kom je op het wat tegen. En
is een echte roofworm en die jaagt onder andere op de worm die je recht ziet, dat is een wadpier. En die jaagt dus wel onder de grond. Maar er vindt dus daadwerkelijk ook predatie plaats onder wormen. En dus deze worm jaagt dus ook daadwerkelijk op die worm. Dan hebben we de weekdieren. Die hebben meestal een skelet in de vorm van een huisje of een schelp. Maar kunnen ook een skelet hebben aan de binnenkant. Het skelet hiervan die vind je nog wel eens op het strand. Dat zijn van die witte schelpen. Een slakkenhuisje vind je ook nog wel eens. Het woord weekdier ook weer. Week betekent zacht. Nou, het zijn hele zachte organismen. Ze zijn heel, heel teer eigenlijk. Dus op die manier kun je ook weer kijken van... een weekdier, kijk goed naar de naam. Waar doet het je aan denken? Kun je vaak al een beetje aan de hand van de naam raden wat het dier is. Geleedpotigen. Kenmerk daarvan is dat ze een uitwendig skelet hebben. Dan moet je bijvoorbeeld denken hier. Nou, hier zie je een zwemkrab. Heeft een skelet aan de buitenkant. Insecten hebben ook een skelet aan de buitenkant. En die vallen onder de geleedpotigen. Dan hebben we nog de gewervelde. En kenmerk van de gewervelde is dat ze een inwendig skelet hebben. Dan is hier nog de samenvatting. En is dit het einde van de uitleg van Basisstof 7.